welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday. Piggy Book 2 heeft een gloednieuw hoofdstuk uit, dus dat is wat we vandaag gaan spelen. Het is namelijk Piggy Chapter 8 en dit speelt zich allemaal af op een schip en ik vind het zo ongelooflijk spannend. Ik heb er heel veel zin in, maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven, alleen welke hand moet je ervoor gebruiken, dat hangt ervan af. Heb jij een huisdier? Is je antwoord ja, gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En is je antwoord nee, gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En laten we dan nu meteen beginnen met de game. Ik ben echt ontzettend benieuwd naar wat er allemaal gaat komen. Het ding is dat ik niet alle pagina's van boek 2 heb gevolgd. Dus ik weet eerlijk gezegd niet waar we zijn en waar het allemaal op slaat. Maar weet je wat? Het maakt niet uit. Het gaat er gewoon om of we kunnen ontsnappen zonder dat Piggy ons pakte natuurlijk. Oké. Wow. Dit ziet er heel gaaf uit. We zitten op een soort van schip of zo. Yes! Ik heb een oranje sleutel. Oké, helemaal top. Nu moet ik naar binnen gaan zonder dat Piggy me pakt. Ik ben echt heel erg benieuwd of me dat gaat lukken. Oh, yes! Woehoe! Deze deur is open. Nu pak ik deze wrench. Ik heb alleen dus echt geen idee waar ik dit moet doen. Dus ik ga naar beneden. Kijken of ik hier iets erin kan stoppen. Nee, dat is niks. Nee, dat is niks. Ik kan me niet herinneren dat ik hier een soort van tekstbalkje voor heb gezien. Dus ik heb eerlijk gezegd geen idee waar die moet. Ik kan het hier in ieder geval niet kwijt. Dus misschien moet ik ergens naar buiten. Ik doe in ieder geval mijn best. Oh, Piggy is hier geweest. Een groene sleutel zou ongelooflijk fijn zijn om die te hebben. Oké, hier moet natuurlijk de paarse sleutel in. Waar kan ik de... Oh god. Oké. Ik zag Piggy. Maakt niet uit. We gaan hier maar eventjes verstoppen. Ik weet dat er een schroevendraaier is. En dat zou wel fijn zijn om te hebben nu op dit moment. Want ik weet dus gewoon niet wat ik hiermee moet doen. Ik zag Piggy. Gelukkig zag hij mij niet. Dus hij is niet echt achter me aangekomen. Wat moet ik doen? God. Oh my god. Oké, daar zijn twee Piggy's. Een slechte en een goede. Gelukkig heeft de goede de slechte dat is een andere speler. Ik schrok me helemaal kapot, want ik dacht oprecht dat het Piggy was. Oké, ik heb deze. Jongens, waar moet deze naartoe? Ze springt. Dus misschien weet zij wel waar ik naartoe moet. Ik ga gewoon eventjes achter haar aan. Oh, Piggy. Is dat Piggy? Nee, Piggy. Oké, hij pakt nu die speler. Kom, gaan wij eventjes snel deze kant op rennen. Ja, en bedankt, hè. Nee. Doet ze de deur achter zich dicht. Wow, ik zit vast. Ik zat vast in de trap. Oh, ik kan het gewoon niet uitstaan dat het me niet is gelukt om verder te komen. Ik weet dat ik iedere keer wel een klein beetje verder kom, maar niet heel veel verder. Dus kom op, Jamila. We gaan allereerst eventjes op deze bankjes zoeken. Nou, er is ook echt helemaal niks. Nou, dan heb ik dat in ieder geval geprobeerd. Ondertussen willen we natuurlijk deze deur openmaken door middel van een blauwe sleutel. Kom op. Oh, yes. Oh. Iemand heeft al een blauwe sleutel. Super. We gaan met z'n allen door deze deur. Wat een gezelligheid. Ondertussen is Piggy wakker geworden. Dit is een groene sleutel. Oké, hij heeft hem gepakt. Maakt niet uit. Dat is voor later. We hebben eerst een oranje sleutel nodig. Ah, die is hier zo. Dus dan maak ik hier de oranje deur open. Yes! En dan hebben we hier de wrench. Nou, die hou ik maar gewoon eventjes bij me voor zo. Daar komt die oranje Piggy tot leven. Yes! Paarse sleutel. Weet je wat? Ik ga de paarse sleutel pakken. Dat is beter, want daar moeten allemaal schroevendraaiers in. Oh my god. Wat gebeurt er allemaal? Oh nee. Wat een creepy Piggy, jongens. Oh, een mummy Piggy. Dat vind ik echt helemaal niet leuk. Ik wil hier absoluut en zeker nu meteen weg. Oké, Piggy is er nu eventjes niet. Hij is mij denk ik wel kwijt. Yes! Schroevendraaier. Oké, super. Weet je wat? We gaan eventjes deze kant op. Oh, is die daar? Oh, dat is Piggy. Hij kwam er eventjes achter mij aan. Oh, dat vind ik echt helemaal niet leuk. Ik ga snel weer eventjes rennen. Deze kant op. Oké, hij is natuurlijk hier zo aan het wachten op mij. Ik zie hem niet. Dus weet je wat? We gaan er gewoon heel erg snel doorheen. Oké, snel naar beneden. Daar is een groene sleutel. Prima, we gaan hier. Oké, top jongens. What? Nee. Dat vind ik echt totaal niet leuk. Oké, goed zo. Ga maar eventjes lekker naar boven. Ja, oké. Deze is gefixt. En nu deze ook, alsjeblieft. Alsjeblieft. Kom op, zeg jongens. Oh my god. Ik loop er tegenaan, maar hij gaat niet. Oké. Hij gaat. Ik heb helemaal geen haast hoor, want Piggy komt helemaal niet achter ons aan verder. Het enige wat ik wil is deze pijpjes. Ja, yes. Het is me gelukt, dus nu kunnen we hier naar beneden. Groene sleutel hadden we nodig voor... Oh my god. Piggy komt achter ons aan. Hij staat daar zo bovenaan te wachten. Ja, jij denkt zeker dat ik jou niet zie, hè? Sukkeltje. Oh my god. Oh my god. Nee, snel rennen. Oké,
Sprintje, sprintje, sprintje. Hup, ik ga snel eventjes naar boven of hier gewoon ergens de veiligheid in. Want ik vind het maar eng. Ik vind het echt een hele creepy piggy. Goed, we hebben in ieder geval dit gehad. Oh, ze hebben hier een andere kamer opengemaakt. Waar heb ik deze ook weer gelaten? Ik had deze, maar die heb ik... Oh, nee, nu heb ik een soort van... Wat is dit? Een uitroepteken boven mijn hoofd. Ik moet op zoek gaan naar de ranch. 6,5 minuut en we zijn best wel ver gekomen tot nu toe. Dus dat is goed. Oké, iemand heeft die sleutel gepakt. Ja, hier is die. Yes, top jongens. Ik heb het onthouden. Hoehoe, gelukkig maar. En nou moeten we weer eventjes naar die nieuwe deur gaan. Deze maken we snel open. Oh my god, oh my god. Ik ging daar eventjes door het gas heen. Wow, wat is dit? Dit ziet er echt heel erg cool uit. Nu heb ik echt geen idee meer waar we naartoe moeten. Daar is ook een enge piggy die aan het slapen is. Dat vind ik echt helemaal niet leuk. Oeh, we kunnen hier naar buiten. Oké. Daar is een andere speler en een slapende piggy. Kan ik hier? Oh, als je er dus langs loopt, dan wordt hij wakker. Oh. Nee, alsjeblieft zeg. Ga eens even weg. Wat een engert. Hij kwam echt achter me aan. Oh, dat vind ik echt totaal niet leuk. Nu weet ik niet meer waar die... Oh my god. Oh my god. Oh, hier is een goede politiepiggy. Goed zo. Pak hem maar. Yes. Top, top, top. Dan kunnen wij hier eventjes naar boven. En op ons gemak kijken wat er hier allemaal is. Hier is een pistool. Oké, goed om te weten. Maar tegelijkertijd hebben we er ook niet zo heel erg veel aan. Oh, een gouden sleutel. Oké. Daar is dus een kluisje voor een gouden sleutel. Good to know. Maar die heb ik dus echt nog nergens gezien. Dit meisje, heb jij toevallig een gouden sleutel? Nee, volgens mij niet. Weet je wat? Misschien moeten we maar eventjes hier buiten gaan kijken. Nee, ik weet het ook even niet. Oh, daar komt die enge piggy weer. Yes, politie piggy heeft hem weer gepakt. Woehoe, goed zo. Dan gaan wij nu eventjes naar beneden. En op zoek naar iemand die wellicht een gouden sleutel heeft gevonden. Hier hebben we kogels. Oké, I like it. Weet je wat we met die kogels kunnen? We kunnen piggy gaan schieten. Maar waar is de gouden sleutel? Dat zou ik eigenlijk wel fijner vinden om te hebben. Oh my god. Deze piggy. Hij is zojuist wakker geworden door mij. Dat heb ik gedaan. Ah, spijt me! Oké, nee, dat is een goede piggy. Goed zo. Oeh, ik weet niet wat ik zojuist heb gehad, maar ik ben ergens doorheen gelopen. Ik ben echt blij met deze politiepiggy. Dankjewel. Dankjewel voor het redden van mij. Ik schrok me helemaal kapot. Ik wil die gouden sleutel, jongens. Ik wil de gouden sleutel. Weet je wat? We gaan hier eventjes naar beneden en we kunnen op zich wel op zoek gaan om te kijken of iemand misschien deze rode deur heeft opengemaakt. Want een rode sleutel hebben we ook nodig. Nee, verdorie. Kom op. Een rode sleutel en een gouden sleutel. En jij wil me vertellen dat er niemand is die dat heeft gevonden. Wacht maar eventjes. Nee, stomme muis. Pak mij niet. Hier is een gouden sleutel. Yes. Heb ik hem nou? Heb ik hem nou? Oh nee. Laat maar. Ik dacht dat het een gouden sleutel is. Maar het waren eigenlijk gewoon hele glimmende kogels. Nee, 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 nee. Ik ga je schieten, ik ga je schieten, ik ga je schieten. Ha, ik heb hem. Ik heb hem gepakt. Phew. Oh, dat scheelt echt enorm. Wat ben ik blij dat het me is gelukt. Maar ik wist dus helemaal niet zeker of dat wel zou lukken of niet. Oh my god, wat is die piggy aan het doen? Oké, we gaan hier weer eventjes naar boven. Kom op, iemand. Gouden sleutel, rode sleutel. Ja hoor, natuurlijk. Maak de piggy ook maar eens eventjes wakker. Iemand? Nee, niemand in het kluisje. Jongens, we hebben nog maar 2 minuten en 20 seconden. En dit schiet absoluut niet op. Ik heb ondertussen echt zo ontzettend veel gedaan. Maar niemand die mij nu helpt. Niemand die zegt van... Oh nee. Ja, wacht maar even. Ik ga je nog een keer schieten. Ha, sucker. Ondertussen gaan we nu echt eventjes heel erg snel weg. Ik heb nog steeds die stomme uitroepteken boven me. Yes! Yes, we kunnen hier naar beneden. Eindelijk. Eindelijk lukt het, jongens. Dan pak ik weer eventjes wat kogels. Oh, en hier moet de schroevendraaier in. Ja, ik weet echt niet meer waar ik die schroevendraaier heb gelaten, hoor. Nu ben ik het helemaal kwijt. Het zou best kunnen dat een meisje dus hier naar beneden is gegaan. En zij heeft wel een sleutel gevonden. Dus laten we eventjes kijken of zij misschien nu naar het gouden kluisje gaat. Is Mubby Piggy hier? Ja, natuurlijk is hij hier. Maakt niet uit. Ik kan hem nog wel een keertje schieten, hoor. Het meisje is weg. Ah, zat zij nou hier in de kist? Huh? Te grappig. Jongens, ik kan ook gewoon lekker verstoppen in de kist. Oeps, nu geef ik wel een beetje mijn plekje weg natuurlijk. Oh nee, hij heeft me nu in de val gezet. Oh my god. Hier heb ik toch helemaal niks aan, jongens. Oké, ik denk niet dat het nog gaat lukken om bij dit kluisje te komen. Ik sta hier in ieder geval en ik... Oh, oh my goodness. Oké. Dat zag ik echt totaal niet aankomen. Hij was dus gewoon helemaal verstopt, terwijl ik dacht dat hij daar beneden stond. Grrr. Nou ja, het zou me toch niet gelukt zijn om dit level te halen. Maar we zijn wel ver gekomen.
komen. Jongens, ik ben Piggy. Ik ga ze allemaal pakken. Oké, ik kan op dit moment dus 3 traps neerzetten. Helemaal top. Dus ik blijf nog eventjes lopen. Oh, daar was al de eerste persoon. Laten we eventjes lekker erachteraan lopen. Ha, ik pak je, ik pak je. Komt u maar, jongens. Ja. Oh, er zijn er 2 hier zo. Kom op. Hoe is het mogelijk dat ik er nu geen 1 pak? Yes, ik heb er eentje. Ja. Oké, dat meisje is daar naar binnen gegaan. En deze jongen gaat hier zo naar binnen. Maar we gaan er gewoon eventjes achteraan. Komt u maar eventjes. Ja. Jij denkt dat je weg kan komen? Wacht maar even. Ah, ik heb haar gepakt. Ze liep zo via achter door me heen. Maar je kan niet ontsnappen aan Jamila Piggy. Oké, ze hebben deze deur opengemaakt. Dus weet je wat ik ga doen? Is ik ga eventjes naar beneden. En dan ga ik kijken wat er hier beneden gebeurt. Oh, hier is een oranje sleutel. Kijken, zijn er hier mensen? Nee, maar weet je wat ik ga doen? Eventjes hier zo'n trap neerzetten. Goed zo. Nou, top hoor jongens. Hij heeft een soort van bar. Ik denk dat als die bar leegloopt, dat de trap dan verdwijnt. Ik moet echt absoluut op zoek gaan naar de rest van de mensen. Hallo allemaal. Hallo. Waar zijn jullie? Zijn jullie buiten? Ik zie hier een speler. Ja, ze loopt niet eens weg. Ze doet niet eens moeite om weg te doen. Ze staat gewoon helemaal in me. En nu is ze gevallen. Oké, nou, top. Maar kunnen we nog meer van deze kills maken? Het is best wel lastig als het hier zo donker is buiten, hè? Ondertussen geef ik mensen gewoon lekker eventjes de kans om allerlei deuren open te maken. En verder ga ik dan op zoek naar... Zo iemand, komt u maar. Ik ga je pakken. Ja, oh nee, ik liep vast. Oh, hier is een ander. Dit is een soort van politiepiggy of zo. Ik dacht dat het een andere speler was. Maar die moet ik zeker niet pakken. Want ik denk dat hij dan mij gaat doodmaken. Ik ga eventjes kijken of mensen hier beneden al verder zijn gekomen. Misschien is er een deur hier zo. Ja, ze hebben deze deur opengemaakt. Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Oh jeetje, ik ga eventjes langs deze politieman lopen. Hartstikke goed. En ik ga hier naar beneden. Oeh, ze hebben het hier beneden al leeggemaakt. Oh nee, er loopt iemand de trap op en iemand de trap naar beneden. Nou, ik gok dat beneden wel een klein beetje doodlopend is. Dus ik ga je pakken. Komt u maar. Oh, er zit iemand vast in mijn trap. Yes, ik heb er gegeten. Woehoe. Oh, er is nog een speler. Te grappig dit, jongens. Nou ja, zij is een beetje vastgelopen. Ik denk niet dat dat nu nog een speler is. Maar dat komt omdat ze vastzit in mijn trap. Ondertussen ben ik mijn andere speler wel kwijt. Maar hij moet toch ooit een keertje terugkomen. Anders kan hij natuurlijk niet verder in het spel. Ja. Ik heb hier een speler. Ik pak je. Woehoe. Yes, ik heb hem. Haha. Oh, dat is echt heerlijk. Oh, wat vind ik het toch geweldig om Piggy te zijn. Kijk nou naar hoe shiny Piggy is. Oeh, prachtige duivelse Piggy. Helemaal goed om mensen te vermoorden. We gaan nog eventjes op zoek, want we hebben nog een paar minuten. En we hebben tot nu toe wel echt heel erg goed mensen voorkomen om het schip uit te gaan. Eventjes mijn val checken. Oh, ik zie hier een speler. Oké, we leggen daar eventjes een trap neer. Waar is ze? Waar is ze naartoe gelopen, jongens? Oké, ik ben haar nu eventjes kwijt. Hier leggen we ook even een trap neer. En als het goed is, zit zij nu vast. Ze zit nu vast. Oh nee, ze kan naar beneden. Ah! Oeh, er is hier een speler die deed de deur open. Oh my god. Waar is ze? Ik heb echt geen idee. Ik ben haar nu even kwijt. Oh, daar is iemand. Ja, ik pak hem. Ja. Oh nee, hij rent heel erg snel die kant op. Wacht eens even. Yes, ik heb hem. Woehoehoe. Daar ging zijn pruikje. Oké, ik weet dat er nog wel meer van deze ratjes hier rondlopen. Maar het lukt ze gewoon niet om tot deze deur te komen. Oeh, daar is iemand daarboven. Ik had mezelf nog eventjes moeten verstoppen, want ze zag me helaas. Wacht jij maar, ik ga er even pakken. Oh, nu loopt ze vast. Oh nee, ze kan er wel doorheen. Oh, dat wist ik helemaal niet dat je er doorheen kon. Oké, ze is hier over mijn trap heen gelopen. Maar op dit moment komt ze vast te zitten. Nee, ze heeft deze deur opengemaakt. Hoe durft ze? Zij is wel echt goed. Want ze is inderdaad over van alles heen geklommen en zo. Yes, ik heb je. Ronald McDonald, kom eens eventjes hier zo. Stop jij eens even onmiddellijk. Hallo, Ronald McDonald. Waar gaat hij nou naartoe, jongens? Ik leg nog wel wat traps neer. En ondertussen... Zoveel spelers. Iedereen wil hier langskomen. Ja. Wacht jullie maar even. We gaan jullie pakken. Oh, yes. Hij is vastgelopen in mijn trap. Dus ik heb hem vermoord. Oh, nee.
nee. Oh nee, iemand heeft me geschoten. Nu sta ik voor 20 seconden stil. Maar ik heb nog maar 12 seconden tot het einde van de game. Ik vind het echt zo ongelooflijk heerlijk om Piggy te zijn. Helaas is het me niet gelukt om dit level helemaal te halen. Maar ik heb gelukkig wel gewonnen als Piggy. Dus dat is natuurlijk ook helemaal top. Yes. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, als je wat voor dier dan ook mocht kiezen als huisdier, wat zou je dan kiezen? Het mag echt letterlijk elk dier op de wereld zijn. Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Laat me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!